Joe Mix, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Drive 120 kills met elke Astro Driver in de game. Vandaag spelen wij met de HVK 30, want ik zit hier natuurlijk samen met Santino. Wow! En wat we in deze serie moeten doen, is we moeten met elke Astro Driver 120 kills halen. We hebben de X2 al gehad, wij hebben de KM44 al gehad. En op dit moment zijn we natuurlijk bezig met de HVK. Ik heb er even mijn klas een beetje veranderd, want ik heb nu de Extended Max, de Fast Max en de Eloscope erop gezet. Om het even uit te testen. Dus ja, geen flauw idee of dit überhaupt gaat werken. Maar... wauw, is mijn ding opeens sterker geworden? Of ben ik nou helemaal? Daar komen wij natuurlijk heel snel achter. Ik zit op B, man. Yo. Nee, wacht, dat is niet handig. Dat duurt het potje alleen maar langer. Fuck it. Oh ja, moe. Vorige game hadden we natuurlijk 120 kills gehad, alleen toen hadden we verloren. Ja. Dus ja, dat telt automatisch die 120 kills niet mee, want we moeten winnen. Anders, ja, anders hebben we het niet gehaald. Zeg maar. Nee, dan hebben we verloren. Precies, dus we gaan het vandaag weer opnieuw proberen. Oh. En. Voor de gelijk gaan ze Tino. Ja, twee man. Wacht even, één moment. 4000? Ja, doe maar. Als jullie deze serie leuk vinden, mensen, dan wel op die like, want 4000 likes zou awesome zijn. En er zit volgens mij niemand meer op C, hè? Oh, jawel! Oh my god, mijn teammate redt me. Ja, ik zit op C. Ik count C. Ik help wel. 200 punten. UAV? Ik heb bijna heten, man. Heb je een UAV of niet? Ja, die heb ik net ingeroepen. Ik heb hem van C. What the fuck? Waar zit hij? Ja, daar binnen met een zwaard. What the fuck? Oh my god, ik heb hem. Wacht, even drie mensen moeten skillen. Eén. Oké, okay, ik heb heter, alsjeblieft. Nice. Ik ga B pakken, want we mogen niet verliezen. Deze keer laat ik het ook niet gebeuren. Nee, is goed. Ik heb ze al, ja, lekker 2 assist. Kijk, ik heb B. Nice. Ik ga best wel lekker, man. Nee, ik rij nog gewoon in. Goed, goed, goed. Nice, lekker. Komt er nog één? Ik rij gewoon door. Ja, ik laat die lopen, kijk uit. Ik heb hem. Ik heb die andere twee. Count ze. Ik heb die derde ook. Die mensen zitten A te pakken, man. Ah, dus nee, nu gaat het snel. Wacht even, laatste B gaat. Ik heb een kinetic armor aangezet. Lekker. Doe eens iets zien. Die heten, man, dan gaan de teammates opeens beest. Ja, precies. Altijd zo. Ik heb nu geen heten of iets, man. Nee, ik heb bijna nog 55 punten. Cool. Jongens, niet kennen. Oh, dan ga ik dood. Wauw, wat met de Kuda? Oh, ik raakte die vent hard, jongen. Ah, jammer, man. Ja, dat is fucking bullshit dat hij me had. Want die dat. Ah. Dat was echt een scheidheid weer. Teammates gaan ook hard, of niet? Lol, teammates ging op dood ook, wat een beest. Ik loop helemaal linkerkant, want zij zitten op beide enemies. Ja, die mogen ze bij. Oké, okay. Jammer, never mind. Ja, ze hebben hem niet. Dus. Nee. Ze mogen hem wel hebben, ze hebben hem alleen niet. Dus ja, dan gaat het ah, achter, door, ah, campertje. Ah, achter me, wat? Waar zat hij? Hij zat achter die grote boom. Echt? Maar ik stond er al heel lang daar. Oh my god. Ik speel er even de Argus zit op A. Ik heb hem al, helemaal. Dus ik fuck. Nu. Oké, okay, dan ging mijn 16 streak, let's go. Ja, what the fuck, die had ik ook even zit gezien. Hij zit in het gebouw, loopt terug naar de A. Clean kill. Het is nu niet alsof de enemies opeens nu goed gaan, of Dan heb ik een flashback. Déjà vu. Een déjà vu, ja. Hey, dit wapen, hè? Ik vind hem pittig relaxed. Ja, maar de andere wapens zijn sterker. Komt omdat hij zo snel schiet. Achter ons. Oh, joh, ja, die had ik. Ik zit mijn B aan het pakken, we mogen niet verliezen. Nee, joh, we verliezen lang niet, man. Ja, hey, je weet het niet, hè? Dat zeggen ze wel vaker hier, namelijk in deze game. Ja, true. Ik heb B in ieder geval. Cool. Ik knak die carepacks af. Oh, dat is AC, laat maar zitten. Oh, wat? Oh, AC. Ja, die wou ik dus oppakken van de enemies, maar... ik landde er precies op, jongen. Nou, laten we maar B-vies. Laten we gewoon B-vies doen. Zet hem niet. Oh. Ga jij lekker, of niet? Ja, ik sta te... nee, ik ga niet lekker. Ik sta te cam, want die fans zit ook te cam. Oké. Okay. Vieze camper, jongen, eentje bij hun. Ja? Jezus! Oh, ik zie hem, ja, ik zie hem al. Hij komt naar A toe. Niet die vent die me killde, hoor, maar op wie ik aan het schieten was de camper. Jezus, man. Ik kan net zo graag die 200 punten mee pakken. Fuck. Zo, de potje lekt een beetje volgens mij, want ik stopte met schieten en toen pas kreeg ik de kill, joh. Oh, echt? Ja. Wow. Easy. What the fuck, mijn kuitspier is een beetje raar aan het bonken. Oh. Oh, daar kan ik niet challenge. Fucking HXD, ik maak het kapot, maak ik heel mezelf ermee. God de kut. GG. Zijn ze nou op C dan? Daar. Zo, ik had geluk, jongen, mijn kinetic arm was er net voorbij, joh.
Nee, ik wil nog een keer. Twee man op B, twee man op B, twee man op B. Kom hier naartoe, kom hier naartoe. Ja, kutzo, let dan op, joh. Kut teammates, dat zie je toch. Okay. Wauw, jongen. Ik heb sowieso niet 30 kills. Dit keer ligt het in jouw handen. Wat een scheid, jongen. Kijk dan hier. Ik ga toch raak schieten, man. Ik zag hem al aankomen rennen, maar ik kon hem niet killen, want ik wist niet dat hij zo dichtbij was. Zo, hier gaat hij ook nog dood, of niet? Ah, nee. Nou ja, ik heb sowieso mijn 30 kills en jij volgens mij wel. Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Nou, we gaan erachter komen. Ja, we kunnen gewoon niet B pakken, man. Laat hem maar doorlopen, dat team. Ja? Ja, want anders is het potje snel afgelopen. Ja, true that. Ik heb ze gecount en ik heb hier 4 geknald. Oké. Okay. Oh, zit er nu al B? Ik heb ze. Er komt eentje sowieso via het gebouw, man. Ik loop bij de boom, maar er zit een keiharde kerk. Oh my god. Serieus? Je bent echt een Mogol. Even dat je het weet. Zo, er moest er even uit. Wat een kutcap. Oh, jongen. Die Manowar. Holy shit. Die hebben zwaar gewoon. Sorry, Jan. Zit er iemand daar te campen, jongen? Let op. Kijk uit hier. Volgens mij heeft teammate. Oh nee, teammate is een doodout. Ik heb hem. Was dat die vent? Ja, dat was hem. Oh nee. Nog één, ja. Ik pak helemaal geen vlaggen nu meer, hoor. Nee, ik ook niet. Dat lijkt wel gek. Anders redden we niet. Oh, lekker. Ja, dat weten. Eigenlijk mogen hun ook wel vlaggen man. Ah, shit. Ja, nee. Die enemies moeten, ze moeten even B pakken. Alleen B moet gewoon van hun blijven. Ja, wacht. Ik laat ze nu B pakken. Ja, we hebben een rave. Team heeft een rave. Serieus. Fuck. Ja, dan zijn we de lul. Want dan kunnen ze helemaal... Als je deze map een rave haalt, kunnen ze geen vlaggen meer pakken. Nee. Kut. Dan zijn we fucked. Fuck! Waarom gebeurt dit ons altijd, jongen? Dit gebeurt ons altijd. Ik heb er zo'n scheidhekel aan, hè? Hier, ik kan gewoon iemand spawn trappen nu. Of spawn killen. Ja, die rave, de rave is overpowered in deze map. Dus nu, nu kunnen zij geen vlag meer pakken. Godverdamme, nu ik net zo lekker ga. Ah, ze hebben A. Ja, ja, ik heb ze niet gekilled. Lekker, zit er nog één. Maar we moeten even C cappen, man. C, ja, ze moeten B. Twee vlaggen hebben. Zij moeten twee vlaggen hebben. Ja, teammates zitten nu op A, dus ik help ze gewoon, hoor. Kut. Losing Charlie, ja. Fuck sake. Kut camper ben jij echt waar, hoor, Smurf. Fucking motherfucker, jongen. Hij gaat de hele tijd met zijn Argus gaat in de hoekjes zitten. Echt, als je zo'n speelsel hebt, man. Oeh, yo. Die enemies moeten even die vrat eruit schieten, man. Zijn B aan het cappen, ja, ik heb hem gekillt, want hij zit om mij te schieten. Oh, ja. Oh, die vrat is tenminste weg. Ja, die heet er ook. Oh, ja, tuurlijk, nog een raid. Nog een rave? Ja. Ik hoop niet dat die van dezelfde is. Oh, we zijn zo hard gedoemd, hè. Ja, dat is kut, jongen. Ik weet niet van wie die rave is. Ah, shit. Nee, van dezelfde. Ah, kut. Ja, fuck. En dan haalt hij zo meteen sowieso nog een. Hij zit nu gewoon te wachten tot hij weer zijn volgende streak zet. Eigenlijk loopt het gewoon ergens in een hoek te campen, hoor. Nee, nee, want die killscore streaks maken niet veel punten. Nee, true. Ik weet niet waar hij zit. Hij staat 25 op 3. Dus hij heeft gewoon. Ja, hij heeft gekend voor zijn rave. Hij staat 25 op 3. Terwijl hij echt 10 kills zo met zijn rave heeft gepakt. Ja. Dus die staat sowieso te campen. Dat kan niet anders. Ah, godverdamme, ik haat het zo erg, hè. Ja, het is te makkelijk met die hater in de lucht, man. Ja, nee, teammates gaan daardoor te base. Daardoor kunnen wij niks meer doen. Nee, daarom. Oh, dan flikker er een van de walrun af. Wow. Wat een mongol. Ja, ik vind het wel grappig. Ze zijn allemaal nu in de gebouwste camp. Ja, ik kom niks meer tegen door de kutverrat, man. Hey, ik loop nu gewoon rondjes om mensen te zoeken, ouwe. Fuck off, kutcamper! Zo, ik heb hem, hoor. Ja, jij moet die twee pakken. Zo, ja, ik heb die andere niet. Die andere leeft nog, hij is wel wiek. Ik heb hem. Shit, we hebben niet gehaald, maar het boekje is snel voorbij gegaan. Ik heb een tweede ronde, heb ik denk ik maar 11 kills gemaakt of zo. Misschien nog minder. Fuck off, campertje. Deze keer niet. Nog een vrat, of ben ik nou gek? Ja, is weer dezelfde. Tering, nee. Nee, dit ik weet niet hoe hij het doet, want hij zit volgens mij hard te campen namelijk die vent. Ah, 104. Kijk maar, hij heeft 32, die vent heeft 32 kills. Ja.
Maar hij heeft er echt 25 stomen met zijn Raven gepakt. Dus, dan, en hij, kijk hoe laag die staat, zeg maar. Terwijl iemand met 21 kills boven staat die minder captures heeft en, evenveel defense. Ja. Dus dan kan je, zeg maar, uitrekenen door naar de leaderboards te kijken hoeveel kills hij alleen maar met score streaks heeft gepakt. En dat is bijna alles. Dus dat moet sowieso een camper zijn. Ik weet het niet zeker hoor, maar er staan twee mensen met 21 kills boven hem, terwijl die minder of evenveel captures hebben. Dus hij heeft sowieso alleen maar kills gepakt met zijn score streaks. Ah, cool. En hij heeft waarschijnlijk zijn rave gehaald door middel van vlaggen te pakken, want hij heeft 8 captures. Lekker weer allemaal. Denk ik. Vorige keer liepen we te zeiken dat ze te weinig deden, nou doen ze te veel. Ja, nu doen de teammates te veel en vorige keer te weinig. Ja. Maar we hadden niet goede teammates, hè? Ze speelden gewoon mee. Ja, dat is waar. En ze hebben heel veel vlaggen gepakt. Nu hebben ze te veel vlaggen gepakt. Ja. Dus dat is, ja. Dit is de manier waarop je hoort te spelen. Fair enough, maar niet chill voor ons. We moeten winnen, maar net aan winnen. En gewoon zo lang mogelijk potje rek. Maar dit is wel hoe ze moeten spelen. Alleen het is irritant dat hij met zijn. Met zijn vlaggen, denk ik. Ik weet niet zeker, maar dat lijkt me, omdat hij zo weinig kills heeft. Precies. De Rave heeft gehaald. Precies. Nou, het was in ieder geval wel een mooi potje. Nou, we hebben een mooi score neergezet. We hebben lekker gespeeld. Zelfs nog op een grote map, gewoon met de HVK. Terwijl het niet echt een lange afstandwapen is. Nee, inderdaad. Dus mocht je hebben genoten, mensen, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Of vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk staat hier op het kanaal. En dan zeggen wij: bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye. Later.